U zegt op 14-jarige leeftijd. Dat betekent dat er ook nog levendige herinneringen zijn aan die periode. In die beginfase van uw leven aan dat land. Ja, natuurlijk. Zijn het altijd dezelfde herinneringen? Niet altijd dezelfde. Ik heb eens een therapie gedaan. Mm-hmm. Een regressietherapie. En er kwamen er allemaal dingen tevoorschijn die ik officieel niet meer wist. Mm. Gewoon uit je vroege kindertijd. Wat dan bijvoorbeeld? Ik kreeg toen een soort herbeleven van dat ik in een bultzak, in een matras gewikkeld was, samen met mijn broertje. Mm-hmm. En dat de ruiten verbrijzelden, dus er werd geschoten op ons. Mm. En dan wilden we uit die bultzak, uit die matras. En dan zei mijn moeder, nee, ze gaan nog door. Ja. Dus, want in, zeg maar, ik ben van 43 en dat was denk ik in 46. In ieder geval was het de Bersiab-tijd dat de Indonesiërs in opstand kwamen. Ja. En die schoten. Is dit ook door iemand anders nog een keer bevestigd? Van, oh ja, dat is echt gebeurd? Wat bijzonder dat je dat Ik heb het aan mijn moeder gevraagd. Ze zei nooit precies, maar ze zei precies zo. Precies. Oh, ja? Mijn moeder had een Indisch accent. Hele grote blanke vrouw, maar wel. Je hoorde dat ze onder de klapperboom geboren was. Ja, precies. Door haar manier van praten. Ja. En die zei van, ja, dat is echt zo gebeurd. Echt gebeurd. Als ik nu strikt feitelijk luister naar deze herinneringen, zijn het niet leuke gebeurtenissen. Maar is dat ook echt zo? Of denk je dan toch met iets van heimwee terug aan die tijd, aan die periode? Nee, niet aan die periode, nee. Maar wel gewoon aan mijn kindertijd. Mm-hmm. Want die was hartstikke leuk. We hadden niet alleen een moeder. Mijn vader, Theo van Dort, is omgekomen. Ja. In de Bersiab-tijd is die door de rebellen doodgemaakt. Hij is vermoord, als ik goed heb begrepen. Hij is vermoord, ja. Ja. En, want dat was omdat hij had te maken met de suikerfabriek, begreep ik. En, hij was de baas van de suikerfabriek. Ja. En eerst in de gevangenis met allemaal anderen. Die zijn allemaal gefusilleerd op de Alun-Alun. En dat is de dorpsplein. Ja. En dat heeft mijn moeder pas maanden later, half jaar later, wisten wat er gebeurd was, mm-hmm, met hem. En dat heeft ze zich natuurlijk verschrikkelijk aangetrokken. Maar toen hebben de oudste broers van mij gezegd, mam, luister, als je zo in jezelf blijft verdriet hebben, dan zijn we niet alleen een vader kwijt, maar dan zijn we ook een moeder kwijt. En toen hernam ze zich. Ja. En dat verhaal van uw vader, dat kwam later pas bij uw moeder terecht. En in welke fase van uw leven is het aan u verteld? Hoe dat precies zat? Ik denk dat ik 5 was. Kan een kind van 5 dan goed begrijpen wat dat betekent? Ik denk dat je het intuïtief wel voelt. Mm-hmm. Want als ik dan wel eens iets tegen haar zei, dan keek ze zo in de verte. En dan wist ik, er zit daar iets dwars, een herinnering. Ja. En als ik dan iets vroeg over vroeger of over mijn vader of zo, dan zei ze, na zo'n pauze die pijnlijk was, voelde ik, zei ze, Wiet, dat boek is gesloten. Mm-hmm. Ze wilde er niet over praten. Wat er met mijn vader was gebeurd ook niet. Nee. Dus die informatie moest ik van broers, van mijn oma, van anderen horen. Mm-hmm. En wat voor beeld kwam er dan naar voren uit al die verhalen van uw vader? Wat voor man was hij? Ja, dat was een fantastische man. Want mijn moeder is vanaf de 14e of zo al verliefd op hem geweest. En hij kon alles, vertelde mijn oma. Dus hij was niet alleen ingenieur, maar hij kon ook nog heel mooi fluit spelen, heel muzikaal, hij kon zingen en, mm-hmm, nou, is een soort alleskunner. En toen dacht ik daarna ook van, ach, als kinderen hebben we dat allemaal verdeeld. De jongens hebben zijn technische talenten geërfd en ik zijn toneel en zingen en schrijven. Het hele artistieke is bij u terechtgekomen. Ja, ja. En welke eigenschappen heeft u van uw moeder? Van mijn moeder heb ik als eigenschap zingen, dingen verzinnen, niet organiseren, want dat kon ze fantastisch, maar ik helemaal niet. Maar gewoon vertellen. Mm-hmm. En
een soort levenslust heb ik wel van haar geërfd. Ja.